Als lijstenmaker is het gewoon mooi om elke dag in de weer te zijn met kunst sowieso. En niks mooier is er of een passepartoutje of een lijst omheen te maken, waardoor je het werk ziet veranderen en eigenlijk alleen maar veel mooier kan worden. Dat maakt mij heel trots als lijstenmaker zijn. Hi guys, welcome back to the third episode of my workflow. In the previous episodes, number one and number two, we took a look at the creation of the work and the print process. For this episode, we're going to visit Koen Meijers, who does my framing for over the past 10 years. Framing your work is a subject which isn't talked about much in photography, but for me, it's super important to have the best quality presentation of my artwork. That's why I thought it would be super interesting to show you guys my framing process and visit the workshop. I hope you will enjoy this sneak peek into the workshop of Koen and the conversation I have with him. And if you don't want to miss the next episode, you can subscribe down below. Mijn passie voor lijsten maken is ontstaan ongeveer 35 jaar geleden. Ik kwam via iemand bij een lijstenmaker terecht in Amstelveen. Daar maakten ze handgemaakte ornamentlijsten. En daar ben ik ingerold en les gehad van oudere lijstenmakers. En dat heeft mij de passie gegeven om daarin mee door te willen gaan. Ik vind het belangrijk als lijstenmaker om met goede materialen te werken. Zowel het glas, zowel het hout. Omdat ik ook vind dat het kunstwerk goed beschermd moet zijn in zijn lijst. Mijn proces is puur ambachtelijk. Ik probeer zoveel mogelijk handwerk te verrichten. Omdat ik controle wil houden over hetgene wat ik ga maken. Het moet allemaal 100% zijn en het moet allemaal kloppen. En dat lukt me alleen als ik dat zelf doe en met de hand werk. Bijvoorbeeld voor het verstekken, dat exact op maat is. Het moet op de millimeter nauwkeurig zijn. Dat geldt ook voor het glas. Ik hou graag om zelf het glas te snijden, dat ik precies weet of er fouten in zitten. Het moet op de millimeter nauwkeurig zijn. Het moet allemaal kloppen en anders gaat het niet de deur uit. Als de kunstenaar klaar is met zijn kunstwerk, ga ik vaak samen met de kunstenaar een oplossing zoeken om het dusdanig in te lijsten dat het ook naar mijn smaak, maar ook naar de kunstenaars smaak ingelijst wordt en dat het goed is voor het kunstwerk. Dat het kunstwerk het goede komt. Het kunstwerk moet het uiteindelijk doen. Maar het wordt versterkt door een goede lijst omheen te zetten. Ik ben met Bastiaan samengewerkt toen zijn eerste zoon geboren werd. Ongeveer 13 jaar geleden dat hij met een geboortekaartje hier kwam. En zo zijn we langzamerhand gegroeid in wat het nu is. En dat heeft ook heel veel testjes gehad. S'avonds appen van hoe gaan we het doen? Heb je een oplossing voor dat? Ik heb een foto van dit, wat denk je daarvan? En zo zijn we langzamerhand gegroeid naar grote hoogte, denk ik. De materialen die ik gebruik voor Bastiaan om in te lijsten, sowieso een houten lijst en smal vind ik erg belangrijk. Maar ook dat het van het glas af geankerdeerd wordt en dat er goed glas voor zit, museumglas voor zit. Dat haalt een groot stuk van de reflectie eruit, maar ook beschermt het meer tegen zonlicht en ander licht. En het is helderder. Je foto wordt veel mooier met goed glas ervoor te zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het mooie van een lijstenmaker is, van mijn vak, dat ik verschillende soorten kunstenaars krijg, van alle soorten, om er een goede lijst voor uit te zoeken, waardoor een kunstwerk helemaal tot zijn recht komt. En voor mij is het mooi dat ik iets binnenkom in een kartonnen map en uiteindelijk de deur uit gaat met een mooie lijst ermee. Het mooiste vind ik dat we een hele tentoonstelling ingelijst hebben voor Kranenburg. En dat ik dan Kranenburg binnenwandel. Je ziet het hier ingelijst op een kleine ruimte.
En daarna zie je grote dingen hangen met goede belichting erop in Kranenburg hangen. Ja, daar ben ik heel trots op. Dat vind ik fantastisch. En dat maakt mijn vak erg mooi. Thank you all for watching. I really hope you enjoyed this one and learned something from it. For the next and last episode, we will have the reveal of the artwork in a museum exhibition. It's going to be exciting, so I hope you subscribe down below and see you next time.